Maar heb je hier op het dorp of op het eiland heb je één spuitwagen. Kon die dat aan? Ja, die tankautospuit is echt onvoldoende geweest voor de brand die zij aantroffen. Dat was gelijk een uitslaande brand. De aanvolgende eenheden die zijn over de pont gekomen. En wegens de storm is dat echt wel bemoeilijkt geweest. Die eenheden komen uit de hele regio. En die kunnen eigenlijk alleen maar de pont gebruiken om hier te komen. Ja, omdat het natuurlijk zo ontzettend waait, was het vuur overal. Dus het dak dat sloeg over naar de andere appartementen. En was het niet meer te redden. Er was wel binnen no time allerlei hulptroepen, brandweer, politie, echt geweldig. Maar die konden ook bijna niet met de stralen tegen de wind in. Dat is echt ontzettend. Eigenlijk heel snel zijn al de mensen die in het appartement woonden naar ons toe gebracht. En zijn we een beetje als opvangplekje begonnen om de mensen in ieder geval eventjes een rustige omgeving te bieden. En een beetje koffie gebracht en... De brandweer en de politie hebben gekeken wie waren er allemaal bij. En hebben ze eigenlijk geconstateerd dat één iemand van het achterste appartement er niet bij was. Dus toen waren er meteen al grote zorgen. Misschien was die buiten, misschien was die verdwaald. Helaas hebben we dat moeten uitsluiten. En we komen eigenlijk al tot de conclusie dat deze meneer in het brandgebouw zat. We hopen hem wel daar te vinden en daar zijn we op dit moment naar aan het zoeken. De rollator van hem, die hij altijd gebruikt om de trap op te gaan, die staat onder de trap. Dat is een heel treurig beeld. Ja. Je hebt een heel aantal van de andere bewoners binnen gehad. Hoe ging het met hen? Nou ja, eigenlijk was iedereen relatief rustig. Dat viel mij op. Maar dat is denk ik dan toch een soort modus waarin je terechtkomt. Want het was op dat moment echt afschuwelijk. Er waren ook mensen die dachten, nou ja... Ik zit helemaal aan de andere kant, dus het zal allemaal wel meevallen voor mij. Maar ja, uiteindelijk is gebleken dat het hele appartementencomplex, behalve de lage appartementen, helemaal afgefikt is. Ja. Mensen die in de appartementen hier boven wonen, dat zijn er en beneden dan 13 op dit stuk. Die zijn al alles kwijt, een huis kwijt, spullen kwijt. Afschuwelijk. Cardea Music Radio is een initiatief van jeugdhulporganisatie Cardea. Jongeren maken bij het radiostation zelfstandig een programma en doen allerlei vaardigheden op die een werknemer moet bezitten. Nou, ik heb mijn eigen radioshow op bij Cardea. Cardea Music Radio. En dat heet toevallig Brandende Muziek met Brandon. Mijn radioshow zit lekker veel muziek. Dat wel. Nieuws. Hier en daar een top 10. Hier en daar een top 3. Wat hebben ze daar nou? Ja, nou, onwijs veel. Ten eerste is het natuurlijk een onwijs leuke plek om stage te lopen. Ze leren heel veel dingen met elkaar. Dus ze leren samenwerken, shows in elkaar draaien, een beetje techniek. Nou, de studenten die zijn van niveau 2, servicemedewerkers. En sommigen ook niveau 1, entreeopleiding. En die lopen stage binnen Cardea en onder andere bij de radio. Oh, wat ik bij de radio heb geleerd is... Dat een foutje maken mag, fouten maken kan, dat gebeurt iedereen. Vooral op de tijd letten. Mm-hmm. En hulp vragen en uitspraak leren hoe ik moet zeggen en zo. Dat vind ik zelf ook heel erg moeilijk. Dus ik leer heel veel aan je en ook de gezelligheid hier en zo. Ja, dat is heel erg leuk, ja. Maar als ik geen radio maak, dan zoek ik nummers op, nieuwtjes, informatie over de zangers, uit welk jaartal komt het? Nou ja, echt, wat een werknemer moet leren, dat leren ze hier in de praktijk bij de radio. En daar hebben ze natuurlijk een superleuke plek voor. Dit vind je natuurlijk niet overal. Met de plaatsing van een bijenhotel in het Ankerpark vierde wethouder Ashley North en de vrienden van het Singelpark dinsdag dat ze ook het komende jaar samen voor het onderhoud van het Singelpark zorgen. Wat fantastisch is aan het Singelpark is dat het echt een park voor en door de stad is. En de vrienden van het Singelpark hebben een werkgroep, Singelpark in Bedrijf. En dat zijn vrijwilligers die zelf stukjes van het park onderhouden op het allerhoogste niveau dat je kan bedenken.
En dat doen ze op steeds meer plekken in de stad en met steeds meer vrijwilligers. En we maken dan afspraken erover hoe we hun daarin kunnen ondersteunen, zodat we samen dat park mooi houden. Dat is dus zogezegd de takkenzooi. De takkenzooi. Dat is deze. We maken de perken schoon voor het onkruid. We poten zomerbollen zo direct in het voorjaar. We planten nieuwe planten aan. Die krijgen we van de gemeente. We wieden. We snoeien. En we knippen de oude planten af. Zodat de nieuwe planten weer goed kunnen groeien. En we genieten ook van het park. Wij zijn heel blij met het onderhoud wat de gemeente doet. Maar dat doet de gemeente op een niveau B. En wij hebben het idee dat met de hulp van de vrienden we dat net iets mooier kunnen doen. Het is onze stad, het is ons park. Het is een park voor en door de Leidenaren. In de overeenkomst staan ook afspraken over de toekomst van het Singelpark. Met de herontwikkeling van de voormalige meelfabriek kunnen wandelaars daar de route lopen zoals hij ooit is bedacht. En ook in de omgeving van de vijfde Binnenvestgracht. Volgens velen een van de mooiste stukjes Singelpark gaat heel wat gebeuren. Het is een heel mooi stukje van het Singelpark, maar wij hebben er ook begrip voor dat als er, Jeroen Maters heeft dat uitgerekend, in 2020 750.000 tot 1 miljoen mensen in een jaar door het Singelpark lopen. Het afgelopen jaar waarschijnlijk iets van 300.000, 350.000, dat best veel is. En mensen moeten kennelijk ook nog een beetje opgevoed worden dat ze niet bij mensen naar binnen kijken en proberen te zien wat er op het bord van iemand ligt. Extra paden moeten de wandelaars meer over het Singelpark verspreiden. Eigenlijk willen we zoveel mogelijk routes in het Singelpark. En in ieder geval eentje aan de binnenkant van de Singels en aan de buitenkant van de Singels. Op de Mare Singel kan dat al, hè? Daar kan je aan de buitenkant heel mooi lopen. En nu willen we dat op de Witte Singel ook gaan doen. Tussen de Koepoortsbrug, helemaal richting Noordeinde. En dan kan je heel mooi langs de UB, langs de Hortus, langs de Sterrenwacht. Krijg je een prachtig nieuw uitzicht erbij op je Singelparkwandeling. Ik vind het geweldig en ik ben volkomen ontroerd en overdonderd. Vrijdagmiddag werd juf Inge van Vrije School Mareland verrast. Zij won namelijk de D66 Conciërge van het Jaarverkiezing. Ja, Inge is een voorbeeld van een, je zou kunnen zeggen, een ideale conciërge. We hebben heel veel aanmeldingen van voor haar gekregen. Zij maakt heel veel indruk op deze school. Ze zorgt voor een fantastische sfeer. Ze zorgt dat alles piekfijn in orde is. Ze is er voor de kinderen als er even iemand een time-out nodig heeft. Dus is echt iemand die heel belangrijk is voor de kinderen en voor de docenten. En zeker ook voor de ouders. Heel erg leuk, want ik hou van alle kinderen hier in de school. Dus het is een ontzettende leuke waardering. Ik vind het geweldig en ik ben volkomen ontroerd en overdonderd. De conciërge van het jaar is inmiddels een D66-traditie in Leiden. We kiezen elk jaar de conciërge van het jaar. Omdat, zoals we net ook al hebben gezegd, je kan bij wijze van spreken beter een week de directeur missen op je school dan een uur de conciërge. Hele belangrijke mensen in de school, voor de leerlingen, voor de ouders, voor de docenten. En die verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Totaal niet zien aankomen, terwijl ik altijd alles weet in de school. Heel erg blij mee. Ik vind het ontzettend leuk. Ik was vorige week nog volop in de winkel en was alles nog in alle staat. En ik kom echt binnen dat ik denk van, is hier aan de hand? Het gaat hard bij de laatste uitverkoop in de Intratuin in Voorschoten. Alles moet op, want na 99 jaar sluit de winkel op 1 maart definitief haar deuren. Nou, het is gewoon druk. Het is drukker als wij verwacht hadden. Dus ik word regelmatig gebeld door de dames van de kassa. Joh, kan je even bijspringen? Kan je even helpen? Mannetje erbij. Dus het is heel leuk om al, maar zeker ook om al onze vaste gasten nog een keer terug te zien. Heel jammer dat we weggaan, maar wij zijn ook als team heel blij dat we in Lisse een nieuwe doorstart kunnen maken. Want de eigenaar begint een nieuwe Intratuin in Lisse. En het voltallige personeel gaat mee. Tuurlijk, maar ik krijg ze niet weg. Ik ben het onkruid. Waarom is het zo leuk om bij de Intratuin te werken? Geen dag is hetzelfde. Zeker in dit pand. Het is altijd krijg je weer iets voor je kiezen of vragen of mensen die je niet verwacht. Dus heel veel afwisseling, heel veel verscheidenheid. De winkel heeft ook veel vaste klanten. Voor sommige van hen is de sluiting van hun Intratuin een moeilijk moment. Nou, ik kom hier al denk ruim 30 jaar. Denk, we gaan dan wandelen en dan zeggen we kom, we gaan even lekker hier een bakje koffie doen. Nou kan het toch, maar... Het is de ontluistering echt hier van wat je hier ziet. Het is echt erg. Leeg. Op.
Ja, ik woon hier nu ruim 20 jaar en toevallig ook in deze straat al ruim 5 jaar. Dus ik kom hier wel geregeld inderdaad. En dan gaan ze naar Lisse verhuizen. Ja, dat is... Kwartiertje rijden, zegt de eigenaar. Ja, 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 ik vrees toch dat ik dan eerder bij een collega in de buurt zal terecht zou komen dan in Lisse. Of de klanten de nieuwe winkel vanaf 31 maart weten te vinden zal blijken. Wat ze naast de gezelligheid het meest gaan missen aan Voorschoten. Oeh, het broodje kroket, ja. Broodje kroket met boerenbrood. Die gaat u missen? Die gaan we missen. Of af en toe hier broodjes, zo zei ze. Zo zei ze broodje.